Waterschap Hollandse Delta heeft een heel ongewone maatregel genomen. De belangrijke grote dijken werden geïnspecteerd op erosie. En dat was nog nooit eerder nodig. Het probleem is dat als het gras te kort is, dan beginnen de schapen aan de wortels. En op het moment dat ze aan de wortels beginnen, dan kan de graspad niet meer op tijd herstellen voor het stormseizoen, wat op 1 oktober begint. Ja. En als er geen gras op de dijk staat, wat dan? Nou, als wij hier hele extreme omstandigheden krijgen met hoge waterstanden en grote golven, dan moet de grasmat onze dijk beschermen tegen erosie. Als de grasmat er niet meer is, dan erodeert de dijk weg. We staan hier aan het spui met een mobiele pomp om de agrariërs van extra water te voorzien. Omdat zij momenteel heel veel aan het beregenen zijn voor de gewassen. Dus helpen we de agrariërs een handje met extra water in te laten. Ik ben hier bezig om de plantengroei die op dit rooster komt weg te halen. Want anders verstopt de boel. En wij controleren dit elke dag. Want anders spuit het water alle kanten op. Doorstroming is zo belangrijk omdat dat je kwaliteit waarborgt. Omdat de watertemperatuur ook niet te hard oploopt. En ook voor het zuurstof, voor de flora en de fauna. En letterlijk betekent het voor dit waterschap dat kantoormedewerkers achter hun bureau zijn uitgehaald om die 300 kilometer aan dijken te gaan inspecteren. Het werk wordt ons tegenwoordig gemakkelijk gemaakt door de mobiele app die hiervoor is ontwikkeld. Dus alle medewerkers voeren hun bevindingen in op een mobiele app en wij krijgen die resultaten live binnen op kantoor. Dit is voor ons ook een enorme leerervaring. Dus misschien is het uitkomst dat wij op 1 oktober zeggen, nou, onze dijken zijn zo sterk en die grasmat is zo flexibel en sterk, dat de grasmat dat zo'n droogte gewoon aan kan. Het wordt toch de regendans. Ja, wij wachten inderdaad met smart op voldoende regen. Nieuws & Co.